Welkom bij de podcast De Ondernemer van de Week. Een hele goede dag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Ondernemer van de Week. Vorige week hadden we Trebië, meneer Max en zijn vader. Een mooie podcast. En vandaag beloof ik weer een mooie podcast te worden. Want we hebben een passievolle ondernemer. die ik al jaren ken van de sportschool. Misschien zou je niet zeggen, maar het is wel waar. Enkele jaren geleden kwam ik Frederik tegen. Frederik, een hele goede dag. Goedendag, Bert. Voor ja. de mensen die kijken en luisteren. Wie is Frederik? Ja, is Frederik. Ja, gewoon een bescheiden jongetje uit de Musselknol. <laughs> Musselknol, <En, joh. laughs> ja. Ja, <Musselknool, laughs> in klein dorpje verderop. Ja. Um, ja, en, en eigenlijk uh, met uh, een Nederlandse ouder en een Amerikaanse uh, ouder. Hè? Mijn moeder is Amerikaan, vader Nederlander. Dus uh, uh, twee paspoorten, dual citizenship, zoals ze het mooi noemen. Uh, um, dus een stukje Amerikaanse invloed en, uh, en Nederlandse roots, ja, hè, wat er allemaal in zit. Ja. Ben, waar ben je in geboren? In Musseknaal? Ja, in UMCG. Hè, UMCG. Uh, ja, Oké. Okay. Dat, dat ja. Ja, 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 duidelijk. Ja, dat is ja. Mooi. Wie is Frederik? Hebben we net gehoord. Uh, woon je alleen? Woon je samen? Ja, nee, ik, woon, ik woon samen met mijn vriendin, Heidi van Duren. En uh, met mijn uh, twee zoons hier in Groningen in Groningen, in Groningen ja. Oké, ja ja mooi ja we hebben twee zoons ja oké okay. uh, Janmaar die is twaalf en uh, Dean die is nu inmiddels net vijf oké okay. en uh, uh, uit uit twee uh, verschillende vriendinnen uh, ja. dus uh, uh, Jammer is het co-ouderschap. Eh, hartstikke leuk. En, en, en die ontwikkelt zich ook hartstikke mooi. Ik ben ook hartstikke trots op hem. Ze ja. zijn goed bezig. En die wonen ook in Groningen? Ja, die wonen ook in Groningen. We okay. wonen dicht bij elkaar. Ja, hartstikke leuk. En hebben ze en, ook uh, een beetje van papa? Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of ze alle goede kwaliteiten hebben van papa. Maar ja, zeker, uh, zeker ja. veel van papa en ook uh, veel van hun moeders. He, als, ik, als, als ik de oudste zie, dan zie ik uh, zijn moeder. Ja. En, uh, en, uh, en als ik de jongste zie, zie ik ook zijn moeder. Ja. He, en, maar uh, ook jou zelf ja. al af en toe? Denk Ab, ik. Absoluut, absoluut <laughs> ook mezelf. Ook ja. ook mezelf. Ja. Maar ik uh, hartstikke trots op de jongens, die gaan, ja. het, uh, die gaan het wel halen in hun ja. leven. En terecht. Ja, toch? Ja. En je schoolperiode, waar heb jij die meegemaakt? Ja, dus nou ja, de lagere school uh, zit je dan in uh, Musselhorst in Musselkanaal. Dat is niet heel denderend. Zodra ik daar allemaal weg kon, dan deed ik dat ook. Hè? Uh, waarom? het uh, uh, is gewoon een klein dorpje, hè? dus dat, ja, niet heel veel toekomst daar. Ja. Uh, uh, dan naar uh, Mavo in uh, OSG, ja, dat is nu Comenius College volgens mij, ja. in de Stadskanaal. Ja. Daarna nog uh, geprobeerd om een stapje hoger haven te doen op het RSG Terrapel. Mijn vrienden waren daar ook, waar ik toch wel graag heen. En um, dat was niet voor mij. Leren was op dat moment niet mijn interesse meer. Nee. Dus, uh, waar dus, gingen jouw interesses toen uit dan? Ja, wist ik eigenlijk gewoon nog niet op dat moment. Nee. Avonturen. Ja, zoals? Ja. Wat voor avontuur? Nou ja, uiteindelijk ging ik toch maar kiezen voor het leger. En uh, dat is Nederlandse dienstplicht in 1995. Wat, wat deed je in het leger? Dat was toen uh, beveiliging, infanterie. Oh, kijk. Dat ja, was ook mijn eerste leidinggevende functie die ik kreeg. Ja. Terwijl ik eigenlijk nog best wel een verward jongetje was. Ja. Maar, uh, maar waarom kreeg je die functie? Want ze doen dat niet nou, voor omdat, omdat ik toch wel heel veel over had voor de... Uh, voor de squad daar ja. Ja, en uh, voor de lichting. En, uh, en, en de jongens die wouden mij wel volgen. Uh, ik was niet rigide, ik was niet nee. boos. Dus, uh, een beetje zo, toen al van nature een beetje een people manager. Ja. En, en dat uh, zagen zij dat, waarschijnlijk Nou ja, dat, dat ze zagen in ieder in geval een. leiderschap. Maar eigenlijk ja. wat je dan gewoon bent is corporaal. En ja, de pispaal. Ja. Dus ja. Maar ik heb wel maar veel, geleerd, van. Ja. Wel veel ja. van geleerd. Ja. Dat ik het kon. Uh, dus dat was wel mooi. Hoe lang en, heb je, en, je gediend? Dat was toen uh, negen maanden dienstplicht. Oké. Okay. En daarna ben ik direct naar de Amerikaanse leger gegaan. Pak mijn andere paspoort. Ja. En, uh, en waar uh, heb de je de koffers dan gepakt? Tegen op mijn vaders wil. Ja. <laughs> en, dan, uh, ja. en dan ben ik uh, naar Duitsland gegaan. Uh, uh, met de twee koffers. Dus ik ben daar bij de, bij de poort gaan staan. En gezegd: van I want to join. En, ja. uh, nou, dat mocht wel. Al oh, had je niet van tevoren. Nee. ...aangemeld of Ik, nee, nee. ik ging gewoon mijn koffertje zetten. Ik, ik wist dat ik kon. Ik had het al uitgezocht. Ja. Internet was natuurlijk nog. niet zo ja. interessant. Dus het was wel avontuurlijk. Ja. Uh, allemaal testen gedaan. Nou ja, ik ben zo... Uh, als uh, kan. Dyslexie <laughs> als, als me kan. Hè. Dus, uh, en, en, uh, en ADHD en noem maar op. Dus uh, al die testen was fysiek prima. Uh, 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 mentaal ook oké. Okay. Maar ja, uh, schriftelijk en, uh, en alles nog in een andere taal was lastig. Dus ik kon kiezen tussen militaire en politie... Uh, ...MP's of uh, uh, Special Ops uh, uh, Airborne Troopers. Dat heeft mijn oom ook gedaan en mijn opa ook gedaan... ...en mijn neef ook gedaan in Amerika. Ja. Dus ik denk ja. van, dan houden we gewoon alive. Ja, gewoon dus dat, doen, dat doen we dan ook. <laughs> nee, sign your life away. Maar ik kreeg dan ook... Uh, 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 ...na een duizend euro investering kreeg ik 30.000 do dollar, 30. dollar terug... ...om weer naar de universiteit te gaan na mijn uh, uh, drie jaar dienstperiode. Uh, dat was, niet verkeerd. Dat was nee. niet verkeerd. Nee, nee, nee. nee, nee dus daar heb ik ook gebruik van gemaakt ja. uh, na twee uitzendingen uh, naar Bosnië uh, heb ik daarna met drie jaar vol uh, en jaar voor gemaakt en ben ik weer gaan studeren oké okay. ja en Radford University in Virginia ja en communicatie uh, en PR en uh, en en ja wel leuk daar leer ik veel van marketing sales ja. en sales en en in de studentenvereniging en daar ook voorzitter van studentenvereniging leer je ook weer veel van hoe, ja hoe motiveer je al die dronken lappen om de spoel op te ruimen de volgende dag. Ja, dat was ja. een uitdaging. Ja, dus dat is zeker een uh, uitdaging. Als je vervoerlijk bent daarvoor. Ja. Ja, en, uh, en dat lukte jou wel aan? Dat ook. lukte mij allemaal wel. Ja. Ja, ja. ja. Dat was ook wel hard werken. Ja, wel weer een mooie tijd, denk ik. Hele mooie tijd. Goede dingen, slechte dingen, uh, uitdagingen. Maar zo daar hou ik wel van. Ja. 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 En toen kom je weer ja. terug op een gegeven moment op Nederlandse nee, bodem. Nog niet. Oh, nog niet. Oké. Okay. Ook een hele grote leerschool. Daarna nog steeds zoekende naar wat ik, uh, wat ik echt precies wilde doen. Uh, bleef ik in de Nationale Garde Reserve dienst als onderofficier uh, uh, tegen die tijd. Dus ik trainde soldaten, dus zat ik al een beetje in het trainingselement, waar ik dan later ja. ook wat carrière in zou hebben. Ja. Um, en werkte ik voor Gold's Gym in North Carolina, een staat onder de Virginia. Uh, wat veel van mijn studenten, brothers noemden ze dat dan, uh, uh, studenten uh, van Sigma Pi Sigma, die um, gingen daar werken voor mij. En dit kon ik heel makkelijk hè, ja. inrollen. Ja. Uh, als sales consultant voor Gold's Gym. een van de grootste uh, uh, voortouwnemers van upscaled uh, 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 fitness. Hè, dus die, oh, niet de goedkope ja. oud ijzer. Maar echt het uh, high-end sauna, ja, ja. mooi netjes. naar nou, je kent het. Ja. Um, en, en daar heb ik dus echt heel veel geleerd van uh, uh, over sales. En hoe je met mensen kan praten en wat wat ze echt zoeken en, 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 en het, het sluiten van, van uh, samenwerkingen. Dus dat was wel heel mooi en het mooiste daarvan vond ik dan dat de sales manager die daar werkte elke ochtend startte met 20 minuten tot een half uur gewoon training, training in sales, training in communicatie. Dat je ging voordat je we dus ja, ja, okay. ja, Ja, en dat triggerde iedereen, ja. motiveerde iedereen, inspireerde ja. iedereen. En, en en ik dacht dat wil ik ook. Daar hebben we dat ook wel gedaan. Ja. Ja. Daarna ben ik terug naar Nederland gekomen. En, en, en eigenlijk direct gesolliciteerd bij Fitness First. Hè, ja, daar kennen wij elkaar. kennen wij elkaar van. Ja. Prachtige sportscholen. Ik heb dat ja. broekje zal ik je vertellen. Uh, we zijn, kort geleden zijn we bij Centerparks geweest. Waren we aan het zwemmen, had ik ook de Fitness First, dat blauwe broekje toen aan. Want Die kon je toen. Da ben je veel van met zo'n beker, shake, uh, eiwitten en zo, kon je dat kopen samen, geloof ik. Dat is een mooie tijd trouwens, Fitness First. Uh, op zich mis ik dat wel, want het is nu heel veel automatisch met pasjes en onpersoonlijke. Ja. Dat was ja. toen niet zo, vond ik. Het zal er ook goed voor. Nou, we hadden een goede deal. <laughs> ja, ja. We hadden ja. Jullie, hadden jullie deal. wel. We hadden jullie een goede wel. deal. Jullie en en, ja. en uh, ja. nou, Henk kee ook wel. En Henk, die, ja. die, 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 we hebben het af en toe nog zo. Ja. Dat was oh. voor hem wel een hele waardevolle tijd. Ook vanwege ja. de sociale contacten en noem maar op. Ook, ook veel persoon. van ja. Ook veel van ja. geleerd, ja zeker, ja. Ja. absoluut. En nou ja, goed... Dat broekje, ja. ja. Mijn vrouw zei, Bert, die wordt nu wel een beetje gaar. Hij is gewoon slijtage. ik denk ook, ja. Hij kan wel genaaid worden. Maar ze zei, doe nou eens, jongen. Als je één keer aan dat broekje... Het is gewoon gaar. Maar hoeveel jaar is dat geleden? Wat is dat geleden? Ja. 14 jaar geleden of zo, denk ik. Oeh, ongeveer. Nee. Zo klinkt het wel heel lang. Ja, klinkt nee, dat klopt, dat klopt. En, en, en dat was ook een mooie tijd. En ook, ook het leren hè, ja. in Amerika geleerd had bij Goals Gym, samenwerking met bedrijven zoals die van jou. Ja. En andere bedrijven. Dat, dat werd hier in Nederland nou, uh, nog niet zo heel veel gedaan. Nee. Uh, uh, um, dus dat, dat, dat was, was mooi. Was je een beetje met, met, uh, met fitnessers een beetje een trendsetter? Sowieso, de, ja, de bedrijven trendzetten op de ja. fitnessmarkt. Personal ja. training kwam daarvan. Uh, alles, ja. uh, alles hebben zij gewoon helemaal opgezet. Ja. Dus heb ik ook heel wat geleerd. Hoe kwam je bij Fitness First dan? Nou ja, ik wou een sportschool starten ja. toen ik terugkwam. Ja. Uh, um, en toen liep ik Fitness First bij Westerhaven binnen. Ja. Toen dacht ik van, nou, dat kan ik wel vergeten. Dit zo mooi kan ik het niet maken. Nu nog, in mijn, nee. in mijn fase. Dat is een goede zelfreflectie. Die was er toen ja, al, dus. Die Fitness was er toen First. al, ja. ja, okay, ja toen ik ja. terugkwam. Ja. En, en, en drie, vier jaar daarvoor nog niet. Nee. Dus. Um, ik ben er binnen gelopen en ik heb gevraagd of ze een positie hadden. En die was net gevuld, sales manager Groningen destijds. Ja. Maar er was een positie vrij in Purmerend. Dus ik. ben de bus naar permanent En uh, daar sprak ik met mijn eerste mentor, Barry Schreurs. Die was toen. Uh, um, ...cluster manager van twee of drie van die clubs daar in de buurt. Ja, en die uh, moest beslissen of die wat in jou zag Nou had. ja, ik, ik ben naar heen gegaan in, 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 van het busstation en de taxi gestapt. En in de taxi heb ik met die dame gepraat, die taxichauffeur. En, uh, en zij moest ook echt wel wat aan haar gezondheid doen. Dus ik heb direct haar nummer gekregen. Ik liep uh, de interview binnen... Uh, uh, sollicitatie, ik heb al een en ik zei van hier heb je een klant. En toen, uh, nou wist hij al wel genoeg, zei hij. Ja. Dus ik was enthousiast, ik kwam binnen, ik had er ja. zin in. Maar buiten dat had ik natuurlijk een hele mooie baggage van Amerika mee, ja. waarin ze hier nog, uh, ja, uh, nog maar net mee zijn begonnen eigenlijk, ja. die commerciële activiteiten. Ja. En uh, ik had natuurlijk al een jaar ervaring. Dus ik kreeg uh, de sales manager functie. Een team van vier. En daar begon mijn volgende leerproces. Dus niet in Groningen, uh, maar in Purmerend. Purmerend. Oké, okay. ja. ik dacht is ja. in Groningen. Nee, ik moest meer me nee. bewijzen op een industrie ja. in ja, ja. ja. En dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. Met veel pijn en moeite. Veel over mezelf geleerd. Veel assessments gedaan. 360 graden. Om te kijken van wat vinden andere mensen nou van mij. Ja. En uh, dat, je dat, dat schrok ik wel. Ik vond het niet veel om te doen. Ik vond veel om te lezen. Omdat sommige aspecten van die 360 ja. graden. nou Ja, dan. dan, dan zeg ik ben enthousiast. In. Ik heb er zin in. Ik ben gedreven. Ik was ambitieus. En dat kan ook overkomen als uh, niet, geen interesse hebben in de rest. Van de mensen daar omdat je te veel bezig ja. was met jouw ambitie, ja, maar dat was niet zo. Ja, het was wel zo, maar het was niet mijn intentie. Nee, dus na het lezen van zo'n rapport dacht ik: van oké, okay, hier moet ik wat aan doen. Ja, en toen heb ik geleerd van uh, en, en, en wat uh, uh, conferences gegaan, wat ja. trainingen gedaan, en boeken gelezen om dat te verbeteren. Dat ook de enige manier om, om weer verder te komen. Ja, en uiteindelijk komt het er gewoon uit als ik nou de tijd spendeer, ik of zorg dat iemand dat doet uh, om iemand kennis over te dragen, om te zorgen dat iemand bepaalde kwaliteiten en kunde wat heeft uh, uh, in de taken die ze dan op dat moment moeten doen voor een bedrijf en ik zorg ervoor dat ze daar zo goed mogelijk in worden als ze kunnen en blijven worden ja dan komt het succes vanzelf ook wel ja maar het is wel mooi Frederik dat je daar open voor staat want er zijn ook bedrijven ja. ook bedrijven maar er zijn ook mensen bij die kunnen moeilijk tegen zelfreflectie die ja. denken, ja jongen donder op ik kan het zelf wel weet je wel wat, ja. wil jij mij daar nou vertellen hoe het moet weet je wel maar die reflectie krijgen ze wel voor de kiezer elke dag. Uiteindelijk van mensen. En dan lopen ze weg. En dan, proberen, en dan blijven hebben. ze ja. weglopen. Ja. Omdat ze ja. die ja. confrontatie niet aan ja. willen gaan. Ja. En het zelf niet willen verbeteren. Ja. Nee. Nee. Dus dat leerde ik ook heel goed. En dus, toen dacht ik van: oh, dat wil ik ook eigenlijk wel later een keer doen. Ja. Dus heb ik zelf natuurlijk een trainingsbureau opzetten. Maar ja, eerst, eerst, eerst die hele die, die, uh, uh, carrière binnen Fitness First uiteindelijk uh, liep als volgt. Uh, elk jaar had ik wel een leerschool. Uh, dus, dus vanaf. Een, een, een sales manager waarin je vier vijf mensen uh, kunt managen, kunt helpen kunt trainen ja. um, naar uh, twee vestigingen leiden uh, als cluster manager waarin ja, je professionele Ja, want je deed, je deed Groningen, doen. je deed Groningen, maar nee, nog niet. Dus, je uh, deed niet Groningen. Je deed Groningen. Groningen later, later. Oké, ja. ja, oké. Okay. Ja, ja. okay. ja. dus, dus uiteindelijk uh, uh, wil je dan een, een vestiging hebben. Ik wou graag naar Groningen, ja. maar daar zat iemand en die wou niet weg. Nee. Dus uh, en dat snap ik wel. Dat was een mooie club. Natuurlijk. Ja, ja. uh, uh, en dan had je uh, nog een paar overnames in Groningen. Uh, uh, waarin, waarin je uh, uh, dus een uitbreiding kreeg in verschillende clubs binnen Groningen en Overveen. Dat waren de noordelijke vestigingen. Ja. En in ieder geval, ik leerde elke keer wat meer. Want je moet het operationele erbij leren. Wat ik niet heel fijn vind. Administratie, wat ik niet heel fijn vind. Um, maar dan zorgde ik wel voor elke keer als ik ergens was dat iemand dat ging doen. En dan, nou, dat. Hielp dan mij om te zorgen dat ik meer tijd had om mensen te trainen, helpen, ja. inspireren. Uh, en uiteindelijk ging dat naar de grote vestiging in Utrecht. Zit in het stadion Galgenwaard. Dat was het anders dan naar een vestiging gaan waar het niet goed ging. Die ik dan moest verbeteren. Dit was eentje die heel goed ging. Volledig uitgemolken was. Maar voor heel erg goed ging. Vijfduizend leden. Cool. In het stadion van, van FC Utrecht. Waarin ik een succes moest managen. Nou, dat was een heel andere koek. Ja, iedereen die wist al wat ze moesten doen, Niemand, ja. uh, wil veel ja. aannemen. Uh, hoe ga je dat nou groeien van 5000 naar nog meer leden? Uh, en maar uiteindelijk is dat wel weer gelukt. Uh, heeft een zes maanden geduurd, en daarna kon ik weer naar de volgende uitdaging, en uiteindelijk daarna naar nou, een, 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 een regio-functie. Dus dan ga je 10 vestigingen managen, maar dan zit je niet zelf op een vestiging, ook weer een heel andere span of control. Waarin je niet iedereen meer bij naam kent. Dus dat wordt lastiger. Je probeert het wel. Um, maar ja, daar had ik ook mijn manieren van uh, zorgen dat ik wist wat er speelde op een club. Op een vestiging. En vaak wat ik deed was, ik liep naar binnen toe bij een vestiging. Ik, ik, ik kondigde mezelf aan. Ik zei hallo tegen de, de, de receptie. En ik ging even een praatje maken met de receptie. Daarna kwam ik binnen. Ik ging een praatje maken met de fitnessinstructeurs. Dan liep ik naar de schoonmakers. Dan liep ik naar de. Uh, uh, groepslesinstructeurs, en dan kwam ik zelf nog langs de crash. Ging ik daar nog even een praatje maken, en dan zag ik de vestigingsmanager daar. Oh, oh god, wanneer komt hij nou hier bij mij in het kantoor? Want die zat te wachten natuurlijk op ja, mijn aankomst. Dus die wist, hij of zij wist dat tegen de tijd dat ik bij hun aankwam, dat ik eigenlijk wel alles wist wat er aan de hand was in de club. Ja. En dat vond ik het mooiste, want zij moeten het werk allemaal doen. Ja, hè? Ja. En dan kwam ik bij de vestigingsmanager, en dan het enige wat ik zei, waar kan ik je mee helpen? En dan waren we met de billen bloot. Dit gaat moeilijk. Hier is een uitdaging. Hier kan ik je hulp bij gebruiken. Maar afstraffen deed ik niet. Nee. Ik wou gewoon en dan had hij geen eigenlijk wel verwacht. Had hij wel verwacht. Ja, Want dan hij ging hierheen ja, en daar ja. daarheen ja. en met iedereen spreken. En ja, dan hebben, die, hebben die allemaal het overal, gezegd. Overal, zo, woe, wat ja, daarom. Dus ja. ja, dat was een hele mooie strategie. Ook geleerd ja. van, uh, van een mentor. binnen Maar waarom de deed je dat? Waarom strafde je hem niet af? Of? Dat heeft niet zoveel zin. Want dan, uh, dat heb je geleerd. Dat geen zin. Dan krijg ik niet te horen... Ja, dan wordt hij misschien gefrustreerd, boos. Misschien is hij dat al. Misschien Hakel speelt hij iets zand, persoonlijks. Ja, ik weet het niet. Ja, ja, ja. Ja, ik weet het niet. Maar het is ook niet nodig. Tegen die tijd dat ik er was, dan wist hij. Op den duur weten ze dat ik ze kon helpen. Ja, ja. Als het, wanneer ze het nodig hebben. Dus ik wil gewoon zorgen dat ik. Maar zag je dan ook wel eens een opluchting bijeen? Als je dan vroeg. Want ik vind het wel heel mooi. Ja. En je komt binnen. En je, en je doet zeg maar, onderzoek in het bedrijf. Ja. Bedrijfsonderzoek. Wat nou, vindt die? Wat, hey, hoe zijn ervaringen? Noem maar op allemaal nog meer. Al die informatie heb je wel bij je. En ook ja. die emoties van die mensen. Ja. En dan vervolgens zeg je. Hé hey, vriend, waarmee kan ik je helpen? Ja. Ik weet de cijfers natuurlijk. Ja. Ik weet waar de crew zit. Ja. En, en, en uh, de informatie die je hebt gekeken. Ja. Gelegen, dat je natuurlijk allerlei en, van tools Van de mensen. Hebt. Als, ja, ja. Als of... Confirmation, hè, bevestiging ja. of, of iets anders. En op de duur weten ze wel dat je komt helpen. Ja. En daar creëer je dan langzaam je netwerk mee. Ja. Dus, 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 dus binnen de mensen waar ik verantwoordelijk voor was, ik wist toen al, sinds die salesmanager 360 graden zelfreflectie, wist ik al dat als zij gewoon zo goed mogelijk worden in wat ze doen ja. en jou vertrouwen en dat je ervoor ze bent, dan hoef je niet zo heel veel meer te doen, behalve luisteren en ja. leren ja. en praten met ze. Ja. En dan tillen ze je vanzelf omhoog gaat een natuurlijk proces. Ik heb na de clubmanagementfunctie niet meer gesolliciteerd. Dus binnen de organisatie steeds ja, een stap omhoog elk jaar. Ja. Andere vervoer. Hoe kwam je omhoog dan? Je werd gevraagd. Ja, ik werd op de duur gevraagd. Ja. Maar ik weet nog wel van permanent salesmanager naar een, een, een vestiging. Heb ik vier, vijf keer gesolliciteerd in twee jaar. Maar ik was er gewoon niet klaar voor. De nee. ambitie was zo hoog. Het ging jou niet snel. Gaan we het niet doen? Ik snap nu waarom ze mij die functie niet hebben gegeven. Ik moest even, genegenheid, ik moest even, stapje terug, ik moest even ervaren wat allemaal wel en niet goed gaat. Maar dat zeiden ze je niet. Ja, sommigen wel, sommigen niet. En sommigen niet, was je frustreerd ik ga weg, ik ga dit. Soms moet je het proces even vertrouwen. Ja. slaap je nachtje, denk ik, nachtje. Wat moet ik dan doen? Zorgen dat ik daar wel kom. Ja. Dat is een goede vraag. Stel er weinig. Nog een keer? Dat wat, is. Moet, wat moet ik, als je nou de vraag stelt, en het zijn, het zijn, het zijn uh, goede mentoren, managers, waardigevenden, ja. 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 en je vraagt ze wat moet ik dan doen om daar wel te Om komen. daar klaar voor te zijn wanneer die opportuniteit, die mogelijkheid er is. Ja. Hoe kan ik me voorbereiden op de volgende vestiging die open komt? Ja. Wat moet ik kunnen en doen? En dat, dat, dat heeft Barry mij toen verteld, ja. hè, mijn mentor, de andere niet. Ja. Dat ja. is een beetje omdenken dus eigenlijk. Ja, omdenken. Dus, dus die hebben gezegd van als je dit kan, dit kan, zo doen. Hè? Niet gewoon, kijk, ben ik een klootzak? Oké, okay, ben ik een klootzak? Zet je me niet in die functie. Maar dat was niet zo. Dat is duidelijk. Maar, dat maar was dan zeggen wel. ze dat wel. Meestal laten ze dat wel weten. Ja. Hè? Dat voel je dan ook wel. Maar ik was er gewoon niet klaar voor. Maar dat, dat zag ik pas jaren later. Ja. Dus dat hè? de ambitie die, die ging eroverheen. Ja. Maar uh, veel vallen opstaan. Elke keer weer uh, uiteindelijk uh, beheerden alle vestigingen uh, op commercieel vlak... Uh, veel grote uh, uh, sales launches en, en waarin je kon spreken, mensen inspireren. Hartstikke leuk om te doen. Uh, kost me wel heel veel energie uh, om te doen. Uh, wat mensen niet dachten, maar dat is wel zo. Uh, heel wat, heel wat uh, minder extrovert dan mensen denken. Maar ik weet wel hoe het spelletje werkt. Nou, en uiteindelijk uh, daarna voor mezelf. En dan heb ik veel gewerkt als interim voor de fitnessbranche. Om uh, uh, um, reintegraties te ondersteunen. En dan had ik mijn eigen trainingsbedrijfje Training You, Nog een paar andere namen gehad voor die tijd. Lukte niet, werkte niet. Ik was natuurlijk weer um, aardig, uh, ja, niet arrogant noem je het. Um, eigenwijs, om niet te luisteren naar mensen dat het logo zo moet. En niet zo uh, te ja, cheap om dat, mensen te betalen echt, die dat weten. Is dat eigenwijsheid, ja. uh, Frederik? Of is dat een stukje zelfverzekerdheid? Ik hey ja, bedoel, dat is wel heel dicht bij elkaar. Ja, hè? Sommige ja, ja. mensen zijn heel zeker van hun ja. zaak dat ze als eigenwijs worden gestemd. Maar eigenlijk. Ja, nee, ik probleem. luister wel, dus eigenwijs is het niet. Oké. Okay. Dus, dus ja, ja, ook weer leer, leermomenten. Ja. Dus daar begon uh, uh, hoe, hoe moeilijk eigenlijk het is om een bedrijf van de grond te krijgen. Ja. Ja. Uh, en als je die enthousiasme is, 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 is 50% van het alles. Ja, dat denk maar, ik ook. Al. Als, als, ja. als, niet, als niet meer. En, en, en natuurlijk een, een, een goed, uh, goed idee, goed concept, goed uitwerken, uh, goed businessplan. Uh, dat verandert nog wel duizend keer die businessplan, maar dan heb je in ieder geval een basis waarvan je kan werken. En, en daarna heb ik me ook veel gededicated om, om studenten te helpen uh, met het, uh, ondernemersacademie, jong leer ondernemen, uh, bij, op de Hanze uh, En En dat deed je tijdens je ja. fitness first period. Nee nee hoor nee hoor nee. ja, ja trouwens ook ja ja trouwens begon dat de eerste jaar en daarna werd ik onder, ben ik zelf ondernemer ja dan ben je gestopt bij fitness ja. first want dat, dat duurde nog op, ja, op ja over op de op de op, op training you wat okay. uiteindelijk training nieuw is geworden ja en daar deed ik dus ook die assessments deed de, bij bedrijven ja en, uh, soms wordt dat goed ontvangen soms niet um, en veel uh, intermanagement klussen om ondernemers te helpen, om op om, om, om commercieel, uh, um, commercieel vlak, op management vlak en, uh, uh, meer hulp te bieden en handvatten te bieden, handvatten, handvatten te bieden uh, voor, uh, uh, voor hun om toch door die dagen heen te komen. Ja. En ja, ik heb ondernemers gezien die heel veel handel hadden, maar uh, toch niks overhielden. Nee. Dan gaat er toch ergens iets fout. Ja. Um, en, ik moest en er staan, staan, staan ondernemers daar open voor? Ze staan er open voor, maar, doen maar zodra, ze, zodra ze tegengas krijgen van een, van een interim of van iemand, ja. um, dan willen sommige ondernemers gewoon eigenlijk gewoon hun vertrouwde normale gang van zaken terug. Ja, waarom is dat, dat eigenlijk? Uh, ja, toch dat een klein beetje ondernemerschap is toch wel ja, eigenwijs, zelfverzekerd, ja. eigenrijdheid. Ja. Wat, uh, wat het dan ook is, als ze er niet klaar voor zijn, dus als de, de reden dat ze moeten veranderen minder is dan hè, niet te veranderen, dan, dan, dan krijg je ze daar niet. Ze moeten echt rock bottom en dan willen ze wel weer opbouwen. Ja. Dat heb ik zelf ook al vaak in gehad. Ja. Rock bottom en weer opbouwen. Ja. Goede mensen om je heen creëren, dat duurt gewoon even, want je hebt niet direct heel veel geld om te, om te investeren in personeel. Ja. Um, ik, ik zeg altijd van, ja, je zult sowieso jezelf echt eerst zo min mogelijk moeten uitkeren en dan gaan bouwen. En, en als je dat niet toe bereid bent om te doen voor een paar jaar, dan kun je het beter niet doen. Omdat jij ziet in de praktijk dat het dan gewoon misgaat, zeg maar. Ja, uiteindelijk kom je het geldprobleem ja. tegen. Ja. En als je het zelf allemaal hebt leeggetrokken, ja, ja dan wordt ook dat niets. Nee, nee, dat lukt niet. Nee. Dus heel veel geleerd zelf, ook in die, in die periodes. En uiteindelijk een, een webshop quote cadeau. Um, Hartstikke mooi, ik was enthousiast. Uh, het, dit gaat het zijn, supermooi. Quotes waar ik altijd van was. Uh, allemaal mooie gezegdes en zo. En ik denk van, nou, dit gaat mooi worden. Um, 10.000, 20.000, 30.000 euro ingestopt. Heel veel tijd ingestopt waarin ik niks, in niks anders kan groeien, maken, ontwerpen, ja. bouwen. En, uh, en uiteindelijk werkt het niet. En nou, dat is al wel weer, na zoveel jaar en zoveel kennis. Door je, wat heb ik nou weer niet geleerd dan? Wat heb ik nou weer niet gesnapt? Ja, het was gewoon te complex. En maar is dat misschien ook de zoektocht geweest? De zoektocht naar nou, nou, nu. Wat is mijn passie? Ja. Wat, waar word ja. ik gelukkig van? Ja, en als ik 100 ben en ik kijk terug op mijn leven... dan, ja. dan heb ik juist de keuzes gemaakt. Moet nou, kijken oh, hoe... ik, ik vind het pad die ik genomen heb... Uh, zeker uh, vind ik impressive naar mezelf. Voor mezelf. Ja. Dan ben ik, uh, zou, zou ik ja, misschien een paar dingetjes anders... maar niet, niet, niet heel anders willen zien. Ik nee. uh, ben nu wie ik ben door die activiteiten. Hè. Ja. Ik kon niet sneller... blijkbaar, want dan had ik het wel gedaan. Ja. Dus, dat, dus maar ik ben er nu... en, uh, en ik, ik wil altijd graag... mijn eigen personeel hebben. Want ja. ik kan dat heel goed. Ja. Hoeveel personeel heb je nu zelf? Nu vijf. Dus twee partners. Ja. 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 Twee oké, okay. En uh, drie businesses. Ja. Ja. En dat, die allemaal met elkaar werken... in het operationele gedeelte. Niet al te complex. Gewoon een heel duidelijk aanbod. Ja. Uh, mooie materialen. Dat voelt goed. Geen ja. plastic fantastic. Nee, gewoon goed voor het milieu. Daar uh, um. zit, zit gewoon een mooi en zit goed, gewoon een verhaal. Heel mooi, goed verhaal achter. Ja. En daar werken we elke dag aan. Daar gaan ja. we het zo verder over hebben. Mooi. Eerst nog een bakje koffie. Lekker. Welkom bij de podcast De Ondernemer van de Week. Welkom terug bij het uh, tweede deel De Ondernemer van de Week. We hebben Frederik uh, hebben wij en uh, Frederik. Je bent. Uh, uh, nou, je hebt een bewogen leven, heb je, heb je ons verteld. Ja. Uh, ook de zoektocht naar wie ben ik eigenlijk en wat maakt mij gelukkig? En nu zijn we aangekomen bij het bedrijf wat je nu hebt, wat jou nu gelukkig maakt. En dat is? Ja, zeker. Dat is Woodwide Cities en Woodwide, Woodwide Cities. Cities en okay. Woodwide Art. Oké. Okay. Ja, en, en, ik zal zo even uitleggen hè, waarom, nou, doe maar, leg waarom maar de, uit. die andere erbij is gekomen. Maar Woodwide Cities zelf ja. is eigenlijk ontstaan toen ik nog zoekende was, toen ik bezig was met. QuoteCadeau.nl ja. En relatiegeschenken. Uh, ik kom van de marketingkant. Ja, ja. Ik kom van de saleskant. En, 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 en ik was natuurlijk altijd zoeken naar een product waarin ik mijn eigen team kon opbouwen. Zoals ik zoveel gedaan heb voor andere ondernemers en bedrijven. Ja. En, en dat, dat vond ik gewoon geweldig. En, en zo makkelijk is dat niet. Dus uiteindelijk kwam iemand langs die zegt... van we hebben een laser op de hanzen en we kunnen dit maken. Um, uh, is dat iets voor jullie? En dan heb ik gezegd: van, Nou ja, dat zit er echt al. Misschien wel ja. het volgende wat ik wel heel leuk vind. Ja. Eerst ook het integreren in Quote Cadeau. Maar ja. dat, dat, dat ging gewoon niet. Moest, dat moest een eigen aandacht hebben. Maar ik ben gewoon begonnen met, met houten uitsneden, met lasers. Uh, uh, Kunstwerken als het ware. Want schitterend. Want, ik heb ja, hem aan de mooi. muur hangen ja. Toen jij ja. daar net mee ja. begon, ja. Toen liet je dat aan mij zien. Ja. De, skyline van Groningen. de skyline van Groningen. Met wat ledverlichting of iets dergelijks daarachter, geloof ik. Ja. ik ben de... Die van jou wel? Ja, ja die ja, van ja, mij wel. De okay. premium, ja. Oké, okay, premium ook dan, <laughs> dank je wel. Nee. De prijs viel ja. mij nog reuze mee. Ja, want ik weet hoeveel werk daar toch wel aan zit. Ja. En dan maar op en ga zo maar door. Hij hangt nog steeds. Ik heb hem al jaren. Heel eerlijk gezegd dacht ik: van ja, Frederik, ik weet niet of dit een succes gaat worden. Niet alleen Groningen? Nee. Nee, maar goed, dat, dacht, <laughs> dat, was, het, dat was het eerste ja. wat ik dacht. Ja. ja. Het was een veel te kleine markt voor ja. iets van die prijs ja. uh, uit één soort grondstof. Um, maar hoe heb jij dat dan een succes gemaakt? Alsof? Ja, nou, net zoals met alles. Uh, investeer je veel, veel tijd, frustratie. En op den duur wordt het gewoon een ophoping van dingen die je zelf moet doen, alleen doen, wat gewoon niet meer lukt. Er komt uiteindelijk een, 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 een periode aan waarin je wil groeien, waarin je handjes nodig hebt, waarin je eigenlijk moet uit gaan besteden... De administratie, waar ik niet zo heel veel van hou. Um, nee, kunnen we ja, elkaar ja. de hand geven? Ja, dat vind ik, de hand ik ook geven. niet leuk. Nee, nee, daarom. Nee. De, laat mij maar gewoon, gewoon, ja. gewoon hè, uh, uh, operationeel management en sales en marketing doen. Ja, dus dan heb je natuurlijk nog het Google. En Facebook gebeuren. En, en, en ik wist daar wel aardig wat van. Want ik gaf ook les op de Hanze. En les op Deltion College. En voor International Business School. Daar werd ik daar ook voor ingehuurd. Wat voor, les? wat voor les gaf hij daar? Dan? gaf marketing, entrepreneurship. Oh ja, oké, okay, ja. Uh, sales en uh, digital marketing. Oh, Allerlei ja, leuke lessen. Ja. Ook voor Chinese delegatie en het Engels. Dus het was allemaal Engelstalig. Ja. Van de achtergrond. Ja. En ik kon uh, pedagogisch, didactisch en heb je acteren. Weet, je een vader te danken. Dus eigenlijk... De Amerikaanse. Nee, nee, mijn moeder. Oh, ja. je moeder. Sorry, ja, ja natuurlijk, ja. je moeder. Ja. Ja. En dus, dus alles kwam wel samen dat ik dat kon doen en mocht doen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat heeft natuurlijk ook geholpen financieel om die bedrijven op te bouwen. Dat ja. ik toch een mooie les mocht geven ja. op al die scholen. Ja. Um, dus zonder dat... Had je het bedrijf niet door kunnen zetten eigenlijk? Omdat je nou financieel... ja, dat was wel constante inkomsten. Ja. Hè? En ik vond het leuk en dat ja. gaf me energie. En ja. Ik kon die leerlingen wat meegeven. Ik was zelf geen goede leerling. Dus ik snapte ook wel waarom sommige mensen de moeite mee hadden. Ja. En, en eigenlijk de, de meeste mensen vonden me wel uh, een hartstikke prima docent. Hartstikke leuk, inspirerend. Um, behalve misschien de mensen die, die dus de leerlingen die, die ja, uh, heel erg goed waren in een. In leren. en in ja. leren. Want die hadden liever een docent die hun alleen maar de aandacht gaf. Maar ja. ik geef liever de aandacht aan die andere studenten. Ja, omdat je daar een connection mee had, nee? omdat, dat voelde jijzelf. Die hebben er wel meer moeite mee. Ja. Een leuke verhaal, een, 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 een docent vanuit de praktijk. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd, want ik moet ook ja. mijn huiswerk gaan doen. Ja, zeker? Om uiteindelijk die lessen voor te bereiden en te kunnen ja. geven en, ja. en, en verschillende taken. Maar je en, staat op toch maar ten prooi ja. als je het niet goed doet. Nee, absoluut. Van hoeveel, hoeveel absoluut. leerlingen heb je ja. dan voor je? Ja. Ja, 20 en de 30. Ja daarom. Ja, En allemaal verschillende klassen, verschillende ja. lessen, verschillende niveaus. Daar heb ik veel van geleerd. Maar uiteindelijk is dat niet wat ik alleen maar wil doen. Hoor. Nee. Dus ik wil mijn eigen bedrijf opzetten. Dat deed ik natuurlijk, terwijl ik daarmee bezig was. Ja. Uiteindelijk wat het zo groot kon ik gewoon niet meer. Ik ben overal gevraagd om in dienst te komen. Om misschien wel in een managementfunctie te gaan. Ja. Dan moest ik weer gaan studeren. Ik dacht van nou, dat ga ik niet doen. Sorry. Ik heb uh, genoeg les gehad in mijn leven. Ja. Uh, Hoe oud dus... was je toen? Nou, dat, dat, dit was vijf jaar geleden, denk ik. Oké. Okay, ja? ja. En ook zoals ik zeg, heel veel van geleerd, pedagogisch, didactisch. Hierdoor heb ik wel heel veel mogelijkheid gekregen om uh, veel stagiaires te krijgen van Hanze uh, van Deltion, van Noorderpoort en, en uh, Alpha College. Dus, Want je, kon connect, je, je werkte geholpen. daarmee samen. Dus ik werkte natuurlijk. daarmee samen al ja, onder mij. Die ja. dat, ik, dat ik een ja. eerlijke vent was. Dat, ja. ik, uh, dat ik hun echt wel meer zou geven dan alleen maar een paar taakjes. En een Ik ging hun leren leukst, om ondernemer te zijn. Ja. 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 ...leren om goed om te gaan... Hè, ...goed werkethiek... ...dat zijn dingen die ik je goed mee kan geven... ...goede mindset... ...dus bijna alle studenten... ...die bij mij weggingen... ...in stage... ...die, die, die, ja, die waren klaar voor de volgende stap... Hè, ja, ...terwijl ze eigenlijk... Ja. ...best wel veel moeite hadden daarvoor... Ja. ...om te weten wat ze, wat ze konden doen... Ja. ...en ze zullen die weg... ...nog lang moeten bewandelen... ...maar ik geef ze een goede kickstart... Ja. ...dus... Um, ...en bijna... ...nou voor 50, 60 procent... ...van die stagiaires... ...en daar ben ik heel trots op... ...op mezelf ook... ...is... Die werkt nog steeds voor mij, Eén stagiair van de Hans-Hogeschool. Freek is nu mijn compagnon, want ik wist wat hij in huis had. De timing hoe dat, was, maar, hoe is dat gekomen dan? Want die liep stage bij je, ja? ja. Freek van Leiden van, ja. van, de, van de HBO, ja. uh, business gestudeerd. En die was klaar met zijn stage, had daar moeite mee, ziek geweest. Bij haar er tussendoor en die, 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 moest dat afmaken. Maar die was al wat ouder, die uh, moest er even doorheen. Ik heb gezegd, van, nou, weet je. Ik heb jou nodig, want je bent programmeur, je bent websitebouwer, je bent uh, 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 marketing savvy. En uh, ik kan goed met je werken. Je bent Pietje precies. Je, je vindt altijd een makkelijke manier om iets te doen. Uh, je kent mij door en door. Dus je kunt die oh, bedrijf ook, bouwen. Uh, dat is ook belangrijk. Ja, ja. ja daarom. Dus, dus, dus uh, die heb, heb ik gevraagd om in de business te komen. Ja. Want anders kon ik het allemaal niet meer aan, maar dat het wel ja. goed. Ja. Uh, financieel, administratie, processen, operationeel. Veel, veel, veel te zwak nog. Ja. En daar heeft hij alles ingegooid wat hij kon. Een goede, een dus, ja, ja. ja, super. Ja, mooi. Ja. mooi. Uh, gewoon gelijk, zeker. En, uh, dus hij heeft een mooie opportunity om een business op te bouwen. die ja. al, al, al een beetje staat, maar hij kan verbeteren. En uh, uh, ook een toekomst voor hem. En, en daarbij kwamen er meer. Dan nog een stagiaire, Younes. Keiharde werken. Uh, 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 Turkse jongen. Geweldig. Super. En uh, um, stond altijd klaar, altijd op tijd, uh, uh, werkte keihard, ja, denkt mee, wil ondernemen. Ja. En, en ik heb gezegd van, ja, ik wil je gewoon houden daarna. Ja. What ja. nou, is het take? Nou, dan zijn we uitgekomen. En hij werkt nog steeds, dat is twee jaar geleden. En uh, hij is ook uh, misschien binnenkort klaar voor, om ook in de business te stappen. Nou, dus dit zijn van die... Ik heb honderden, als niet duizenden mensen mogen, mogen, mogen steunen, leiden, trainen. Dus ik zie van die pareltjes... Die in een fase zitten waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik ook voor hun, hè? niet alleen ja. financieel. Ja. Uh, uh, maar en zij ook voor mij, om mij te helpen. Om dit toch gewoon ja. goed neer te zetten. Maar je geeft hier ook eigenlijk een hele mooie les ja. aan de mensen die kijken. die op zoek zijn naar een stageadres. Absoluut. Zoek een stageadres ja. op. Ja. Ja? Ja. Met de mogelijkheid om daar misschien aan het werk te gaan. Te Tuurlijk. Ja, Niet zomaar leuk raak, doe maar ja. wat, maar ga eens kijken naar. Maar dat is één manier. De andere manier is uh, Manon uh, als voorbeeld. Uh, uh, die is nu een influencer. Die gaat overal heen, die reist, die maakt filmpjes. Uh, hartstikke superleuk. Is ook, uh, ook uh, uh, destijds um, Miss Noord-Nederland ge, uh, geworden. Okay. Super, enthousiast, super enthousiast. En... Uh, en we hebben steeds heel veel contact. Die heeft ook geholpen met de branding daarvan. Voor haar school moesten ze dat toen doen. Mooi. Daarvoor had ze al stage gelopen bij mij twee jaar daarvoor. Ja. Voor MBO. De... Toen, toen ik die, toen ik die uh, uh, skyline van Groningen kreeg, deed je alleen in ja. Groningen. Maar ik hoor nu dat je overal heen gaat. Wat, ja, we wat dus bedien nu, je nu Dus Manon dus werkt ook nog steeds voor ons als influencer. Ja. ja. Hartstikke leuk. Uh, die heeft ook uh, 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 wat handjes erin uh, in, 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 de, ja, in de marketing. Deze hè, bedoel je? Nee, joh, de, gewoon de, de, de huisstijl. Oh, de ja? huisstijl. Ja. Okay, ja. zijn we met een vriendin gedaan, Marije. Ja. En, 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 en zo hou ik heel veel contact met wie ik samen heb gewerkt. Want we hebben altijd een goede relatie. Als ze hard ja. werken en, en, en ze zijn eerlijk en ver, dan blijven we altijd wel, uh, wel goed samenwerken. Ja. En, en um, als ze bij mij komen werken op stage, dan gaan ze sowieso heel veel werkethiek leren. Ze gaan uh, leren... Met een handje ze gaan handjes vies, vies krijgen, ze gaan schuren, ze gaan olieën, ze gaan uh, uh, zagen, ze gaan uh, uh, wat het ook maar zijn, media doen voor een school, schoolopdrachten. Ze gaan uh, uh, sales doen, ze gaan verkopen, ze gaan, er, uh, ze gaan erop uit. Ze gaan alles leren. Maar vooral ook dat ondernemerschap is handjes vies krijgen. Ja. En um, dus ze zullen. Zeker gegroeid zijn in plaats van bij sommige grote organisaties. het achter het bureau en ja, praten ja, met ja, niemand. Ja, nee, is jammer. Dat is niet wat ja, ze krijgen bij ons. Nee. We zijn natuurlijk nog klein, dat is makkelijk te zeggen. Ja. Ja. Maar, maar wat maar doen toch. jullie nu dan? Wat ja. uh, wat, wat, jullie, jullie maken die Wood White. Dus we maken uh. prachtige stedelijke kunst. Uh, city art noem ik het dan. Voor ja. Wood White Cities. Ja. Uh, waarin je dat mooi aan de muur kan doen. En dan zijn we uitgebreid naar uh, kleinere relatiegeschenk, items, geschenk. Uh, 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 producten, zoals de onderzetters, ja. de kleine skylightjes om neer te zetten. Je kunt je logo erop doen. En ja, wat Mooie ik zag, glas water. Ik dacht, ja. hey, wat heb jij daaronder? Maar Mooie plankies. Dus. Ja. 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 maar die maken ja. jullie allemaal gewoon in huis, zeg maar. Die maken wij allemaal zelf. in al, de ja. volledige productie. Ja. ja, dus het is binnenlands geproduceerd, maatschappelijk verantwoord. We werken met alle mensen in de buurt. In Nederlands, dat vinden we het belangrijkste. Misschien dat 10% nog van hè, het, het Oosten uh, komt. Ja. Maar zo weinig mogelijk als we kunnen. Ja. Dus we en waarom? waarom? Nou, één is het, was steeds duurder. Ja. Twee, ja, uh, uh, ik weet zeker dat als het bij ons geproduceerd wordt, dat het fair is, eerlijk is, netjes is. Ja. En daar wil je ook ja. een stempel op hebben. Ja, dat dus absoluut heb fair absoluut. en eerlijk is. Ja, ja, sowieso. sowieso. Okay. Ja, dus daar proberen we dan altijd te kijken naar een goede prijs. Hè? Ja. Um, en, en ja, God, we hebben gewoon een webshop, inmiddels 55, 60 steden. We hebben ook wereldsteden erbij. En we gaan ja. steeds harder en sneller. En het proces wordt steeds vlotter uh, 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 um, ja, uh, en uh, uh, makkelijker te managen. Ja. Um, dus in productie hebben we steeds meer mensen nodig. Um, uitbreiding met machines, investeringen. Maar waar mijn leerschool vooral zit nu, is leren over het financiële aspect. Wat ik koud, kil, niet heel veel aan vind. Maar wat heb je ermee gedaan om te doen? Nou, Uitgaven, als ik, als ik Als ik had geweten. Toen ik startte met een onderneming, als ik had geweten hoe het precies werkte, ik heb meer aandacht aan besteed of iemand had mij dat geleerd uh, uh, om, 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 om financieel uh, uh, sterker te zijn in het denken. Wat doet geld? Wat, wat, wat gebeurt er met het geld? Ja. Ja, iedereen weet wel BTW, 21%. Maar echt weten wat daarmee gebeurt en hoe dat werkt. Ook al is het een heel simpel concept. Ik had toch elke keer weer die fout gemaakt. Te veel uitgeven en, en dan komt de belasting aan, aan de deur. Dus dat leer je dan op die manier. En nu is het allemaal al geautomatiseerd. En dan heb je een, een, een accountantskantoor. Wat niet direct kon, vanwege financiële ja. zaken. Ja, maar dat kost wel meer geld dan... Maar, een... Uiteindelijk heeft het ook veel ja. meer gekost. Want je, bent, je doet dingen ja. niet expres, maar nee. het gaat gewoon niet goed. En uh, weten wat investeringen doen. Geld opzij zetten, ja. uh, werkkapitaal creëren. En dan op de juiste manier vragen om uh, uh, meer investeringen van anderen... Wat je denkt, van dat vraag ik, maar dat is ik altijd nee gezegd. Maar, maar dat heb waarom heb je werd juist niet gevraagd. Nee, maar waarom <laughs> dus dat, werd er nee gezegd dan, denk je? Nou ja, omdat het leuk concept, <laughs> leuke ideeën. Ze dus hebben veel meer informatie nodig. Ja. Ja. Waar ga je naartoe? Wat is het plan? Hoeveel levert dat op? Ja. Uh, hoeveel jaar? Ja. Uh, en, en, en wat zijn de afschrijvingen? En al dat soort zaken. Dat leerde ik dan halverwege White Cities. Ja. En daar ben ik nog steeds mee bezig om te leren. En te investeren daarvan. Dus... En Een tip naar iedereen die wil starten met een onderneming is: zorgen ervoor dat je genoeg weet hoe het financiële werkt. Ja. Je hoeft dat eigenlijk misschien niet te doen, maar weten hoe je die financiële cijfers moet lezen ja. en wat dat betekent. Want uh, dan was het voor mij een heel wat makkelijkere weg geweest. Ja, ja. ja. Maar het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Nee, de maar, de, maar dat deel leer was wel een makkelijkere weg geweest. Nou. Ja, 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 ja. 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 Maar goed, daar kom je zelf natuurlijk ook wel een beetje, uh, een beetje mee tegen. Want ja. Je hebt er ondernemers bij, die hebben zoiets van... Ja, luister, hè? wij hebben zoveel procent winstmarge. Ja, en goed, uh, hey, als ik 1000 euro heb omgezet... Hè, en uh, de winst daarvan is 50%, procent, dan heb ja. ik 500 euro. Ja, de helft daarvan gaat naar de belasting... en de helft uh, heb ik dan eventueel vrij Absolutely. spel. Ja. 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 ja, dan wordt het soms iets makkelijker. nee ja, absoluut. Ja. Nou ja, dus, en, dan, en dan verder te, te gaan naar... Uh, Hiermee doen we dus relatiegeschenk voor de retailwinkels. We regelen prachtige, mooie, uh, mooie merchandise. Overal kan mooie logo's op. We kunnen, kunnen alle dingen op maat maken. Het gaat erom van hè, we creëren een, een cadeau, een geschenk, een prijs, een, een, een decoratie voor aan de muur van ja. iets waar je gevoel bij hebt, waar je van houdt, een stad, een omgeving. He, of van iemand die er ooit geweest is, of van iemand die er ooit gewoond of gewerkt heeft of gestudeerd, ja. en, en dat maakt dit zo'n mooi warm cadeau. Buiten dat geen plastic, fantastic, mooi hout. Ja, dat is niet genoeg. Oh, dus. Ik denk, ik denk, nee. dit Is het? Nou komt hij. Oké. Dus, dan komen we er ineens. Als je het eenmaal goed hebt staan en je kunt wat meer nadenken ja. en het, het loopt, dus ik heb het afgemaakt en het loopt gewoon. Prima. Dan wil je toch weer iets nieuws creëren. Dat jeukt toch altijd. Hè? Maar nu kan ik het wel doen met de resources die ik heb. En ja. financiën die we dan binnenkrijgen. Ja. Dus dan kom ik weer iemand tegen. En dat is Sylvia. Uh, uh, die hele mooie kunstwerken kan maken. Heel mooi vormgeven, kunstenares. Uh, en dan komen we op Boardwide White Arts. Ja, want daar had je het uh, ja. in het begin over. Daar de kom kunst. je later op terug, daar heb je het ja. nu over dus. Dat wereldwijd aangeboden kan worden. Ja. Maar wat prachtige mozaïek en verschillende soorten hout, kleuren, donker licht waarin uh, uh, je mooie kunstwerken van, van bestaande kunstwerken krijgt. Nou, dit is zeker de moeite waard om even te kijken. Uh, het Meisje met de Parel oh ja, hè, hebben we ja. daarna nagemaakt, maar het is abstract. Dus, maar mag dat? Ja, absoluut, wel abstract, zoals wij het maken. Oh, oké, ja. oké. Okay, okay. ja. Ja. ja, en sowieso als het langer dan 75 jaar is, dan, uh, dan mag je het gebruiken. Ja. Um, of je kunt uh, toestemming krijgen om het te gebruiken. Maar het is zodanig geen kopie van art... Het geïnspireerd door een bepaalde ja, art. Ja. Dat mag dan wel. Okay. Um, maar, maar hier doen we ook portretten nu. Dus je kunt een portret van je favoriete foto, van je familie, van je, van je liefde, van je hond. Uh, uh, kun je een mooi portret laten maken in de abstracte kunst. Zodat je ook iets moois kan laten zien. Wat dan mooi als een kunstwerk lijkt. Maar ook gelijk voor jou, misschien voor anderen, invult dat het die foto is. Of, yeah. of, of die gebeurt En dat is woodwiredart.com. Wood Okay. Dit, dit gaat heel mooi worden. Uh, dat zit nu in nou ja, een van de laatste fases. Maar het is nu al te verkrijgen. Uh, we tien art pieces die we dan hebben. Okay. Dus dan nemen we dan ook nog een keer de NFT. Digital art gaan we ervan maken. Dus we gaan alle kanten ermee op. Ja. Maar ik heb mensen nu om me heen die dat kunnen doen. Ik ga het alleen maar begeleiden. En ja. uh, uh, marketing, daar zet ik dan mijn stempel op. Ja. Uh, maar we hebben de resources, de machines, de werkprocessen, alles goed op orde waarin we dit kunnen Verwezenlijken. Dat was daarvoor niet zo. Nee. Dus ik was nu eigenlijk een stapje voor, in plaats van een stapje te laat. Maar daarin ook mijn vriendin Heidi van Duren, hè, tekstschrijver en journaliste. Um, zij zit nu ook haar passie. En haar passie is dan de kunstacademie. Ze wil leren schilderen, tekenen. Hè, en dat vindt ze mooi. Dus ja. vier, drie tot vijf jaar moesten ze daarin investeren. Hè, en, en, en dat vindt ze prachtig. Dus eigenlijk voor de jullie, Werk, Arts, jullie, werken, jullie werken dus samen. Ja. zij heeft er heel veel geholpen met de teksten. Ja. Ja, absoluut, ja, je ja. staat er nooit alleen voor, uh, maar ze, ze heeft ook zelf, is een ondernemer, uh, en uh, schrijft voor heel veel bedrijven. Ik kan prachtig schrijven, dat is gewoon echt haar Maar zij is uh, gewoon, haar ding. Gewoon, gewoon professional schrijfster. Ja, absoluut, dus. absoluut. Ja. Supermooi schrijven. Ja. Uh, en, en, en interviewen, en, en, uh, en daar goede artikelen over schrijven, over die mensen, jubileumboeken. Als mensen alles, daar iets over ja. willen weten, waar moeten ze ja. dan, dan zijn? Gewoon Heidi van Duren uh, tekst Heidi? Heidi met? van Duren. Ja, oké. Okay. Ja. Dus H-E-I-D-I. h, -E -I, -D -I. h -E i d i Hij komt vast wel erin te staan. En, dan, ergens, okay. en hij is gewoon ja. uh, dus, dommer <laughs> voor jou. Ja, 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 ja dat is linkervoeder. Ja. Ja, nee, maar zij wil nu ook leren over dat kunst. Dus zij is daar ook mee bezig met charcoal en verschillende technieken met ja. licht en donker. Maar ja, dat zijn wij dus nu ook aan het doen. Met, ja. met dan met hout. Ja. Dus dat is heel mooi om te zien. De timing is gewoon right. Want zij heeft daar een passie voor. Wij hebben daar een passie voor om dit van de grond te krijgen. Ik heb Sylvia... En die twee passies ja, samen. dan Ik uh, heb Freek ja. die dat technisch allemaal op orde zet. En, ja. echt, en echt het hele bestelproces en orderproces uh, goed doet. Ik heb Younes die de hele... Uh, 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 de machines draait. En zorgt dat alles rijdt en zaalt. En ook uh, de stagiaires worden aangestuurd en, uh, en ontwikkeld. Dat is zijn leerschool. Uh. En ik zorg ervoor dat alles op zijn plek staat. En... Uh, enige wat 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 zij moeten doen is zorgen dat ik niet te veel wil in één keer. Daar heb ik wel een handje van, maar dat weet ik voor mezelf inmiddels. Ja, weet ze de handrem de handrem af en toe ja, eens even ja. te pakken zeg maar, ja, dat ja. je even... Deze 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 inner circle wel. Ja. Oké, okay, goed, ja, goed. Ja. Frederik, even een vraag. Ja. Um, je hebt dus uh, woodwhitecities.com heb je, maar ook art.com, ja, woodwhitearts.com. -art ja. um, waar sta jij? Jouw bedrijf, jouw medewerkers, waar staan jullie over één jaar? Over twee jaar? Oké, okay, goede vraag. Eén jaar zijn we het proces, weet ik wel zeker, nog aan het verfijnen. Hè? Vooral de portretfuncties uh, van World Wide Arts. Um, technisch kijken hoe dingen makkelijker kunnen. Over twee jaar, dan zullen dit... Zullen ze allebei uh, bedrijven zijn die, die, die echt gewoon lopen. Hè? En World Wide ja. Arts is dan wereldwijd bekend. Ja. Misschien dat het nog iets langer duurt. Hè? Uh, geen maanideeën daarover. Uh, maar als het wereldwijd gaat en, 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 en mensen gaan het mooi vinden en willen het kopen, dan verandert mijn hele operationele proces. Dus dan moeten machines bij, uitbestedingen, samenwerking gecreëerd worden, waar ik al mee bezig ben. Ja. Uh, om andere ondernemers met lasermachines, met uh, CO2-machines, vreesmachines uh, 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 daarbij te betrekken. Ja. Nou ja, maar daar zijn we nog niet. En, dus en die gesprekken die heb je nu al? Dat loopt goed, Mensen ja. zijn enthousiast. Nou ja, ik, vooral in de periodes van september, oktober, november, december... ...hebben we het hartstikke druk met relatiegeschenken ja, en geschenken. Ja. Dus dan, uh, dan lopen we helemaal over. Daarin ja. probeer ik dan wat dingen bij hun te zetten. Dan hebben ze ja. dus er wat aan verdienen, ja. dan vinden ze dat mooi. Dan ja. leer je elkaar kennen, ook, 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 ook op, op zakelijk niveau. Ja. En, dan, uh, en, dan, en, dan, en dan vertel je hun dit. Maar ja, als zij het zelf met hun eigen producten druk krijgen... ...dan heb je, dat wordt het ook wel lastig. Ja. Maar dat gaan we zien. Ja. Ja. We ja, hebben mooi. in ieder geval een paar plan B's. Ja. Maar we kunnen ah, op dit moment nog wel aan. Dus ja, dat is goed. Woodwide Cities.com, ja. daar staat genoeg op. Dat betekent, stel je voor dat ik dit zie. En ik denk, hé, hey, dit is de Skyline van Groningen. Maar je hebt ook nog de Skyline van vul nou, maar in, heel veel, mm -hmm. um, als ik dat vandaag bestel, ja. wanneer heb ik het binnen? Of hoe morgen, gaat dat? Morgen gaat overmorgen. Dat gaat snel, dus. Omdat we alles zelf produceren, alles doe je zelf. Ja, en okay. de productie, avond ja. te drogen. Ja. Volgende dag eruit, ja. En tegelijkertijd heb je ook een, een tip voor de ondernemers, zeg maar. Of de mensen die het leuk vinden, wacht niet te lang. Ja. Hè, want als je inderdaad in uh, september, oktober, november zit, ja dan heb je het veel en veel drukker. Dus tot. wil je alvast wat voor een ja. relatie hebben. Alles van sleutelhangetjes tot aan uh, magneten, tot aan doosjes, tot aan prachtige mooie city maps en kaarten van hout waar je je logo op kan zetten. Ja. Uh, alles, uh, you name it, we kunnen dat voor ze maken, ja. Dat is ja, mooi, nou is dan gaan we helemaal... naar kijken. Ja, mooie verpakking ook erbij, uiteraard. Ja, Waar goed over nagedacht. Is spannend. Ja, heb je nog een, een tip voor de kijker, voor de luisteraar? Nou, ik denk dat onze producten uh, voor, voor, voor zich spreken uh, wat we nog wel even gaan regelen voor de, voor de, voor de luisteraar en, en voor iedereen is een mooi kortingscode als jullie dat willen erbij zetten, dat ze dat kunnen gebruiken hè? Uh, voor of voor bij Art of voor worldwide Cities. Verder uh, een verdere tip, nou ja, voor de ondernemers, startende ondernemers. He, wil niet te snel. Verdiep je alsjeblieft in het financiële aspect. Ja. Uh, um, um, want dat gaat je gewoon helpen. En verder blijf enthousiast. Ja. En door. anders kunnen ze altijd bij jou terecht voor wat coaching of advies. Nou ja. Kom maar gewoon koffie drinken. Krijg wat advies. Ja. ja. Heel goed. Ja. En, en de gegevens vinden we op je website. Absoluut. En die website die vind je hieronder. Frederik, dank je wel. Ik wens je heel veel succes. En ik ga zeker even wat van je afnemen. Want ja. Heb je al een keer gedaan ook? Ja, heb goed. ik al een keer gedaan, maar dat is al jaren geleden. En toen had je alleen nog ja. maar de Skyline-vergroting. Ja, ja. Met dat, nou ja, ik heb dan de, de exclusieve, uh, exclusieve met LED versie ja. gebeuren. Maar ik zie ook allerlei andere dingen waar ik ja. wel wat aan heb. Dus Super. daar ga ik gebruik van maken. Nou, daar denk je altijd goed over na uh, voor mensen samenwerkingen. Dus dat, uh, dat komt goed. I uh, appreciate it. Yeah. Oké. Okay. Frederik, dankjewel. Ja, jullie ook. Dank je. Tot zover de Ondernemer van de Week. Uh, wil je kijken en wil je meer informatie? Of wil jij uh, ook bestellen, dat kan op uh, woodwhitecities.com. En anders ook, kijk even op woodwhitearts.com. Uh, daar staat ook uh, nou, prachtige informatie. En we hebben een kortingscode, hè, daar kun je gebruik van maken, want je krijgt natuurlijk een schitterende korting. Nogmaals, Frederik, bedankt en graag tot volgende week. Dit was de podcast, de ondernemer van de week. Voor meer info, de ondernemer van de week.nl